Op dit moment bevind ik mij inderdaad in de voor mij tot nu toe zwaarste politieke storm. Voorzitter, en dat komt niet door de aantijgingen, want die kan ik weerleggen. Het is zwaar, voorzitter, omdat ik weet van waar de storm komt, omdat ik weet vanuit welke hoek het komt, en dat is teleurstellend. Ik ben de minister van Binnenlandse Zaken. De oorlog aan die vergraat. Hoe kijkt u hier naar, meneer president? Ja, dat heb ik ook gisteravond ook gehoord, maar in ieder geval, ik denk dat hij heel emotioneel was. Dus, jezelf als een beetje emotioneel, dan zeg je dingen, soms zeg je een paar dingen die je niet eens door hebt. Dus, dat alleen kan ik zeggen, dat denk ik. Ik ben inderdaad nog in functie. Ik ben inderdaad nog minister van Binnenlandse Zaken. Voorzitter, I live to fight another day. Mi canto, maar mi dete, voorzitter. Ja, maar hij heeft ook in het parlement gezegd dat hij nog steeds de minister is van Binnenlandse Zaken. Dat blijft wel zo de komende periode, de komende 8 maanden. Ja, hij is nog steeds de minister. Dat is zo, toch? Ja. Als er een verandering komt, dan ga je dat horen. Er gingen stemmen op dat hij gereshuffeld gaat worden of zou worden? Nee, in ieder geval wat betreft die aantekeningen en al die dingen, wat gezegd is, dat iemand van de bond stukken heeft gebracht naar de president en een brief heeft gestuurd naar de president. Daarvoor gaat de president straks een bericht over maken. Ja. Maar zit er nog in de pipeline, zit er nog een reshuffling van andere ministers? Nou, in ieder geval, de president komt vandaag met een verklaring en dan gaan jullie dat horen.